De Kuiper. Vetlessen, goed gedaan. Vetlessen, Zinkernagel, mooie aanval van Brugge. Vetlessen, Van Aken, nee! Goeie redding, geweldige redding van Herrera. Oh, dit was het. Dit was een hele mooie aanval. Hij verdiende beter. Fantastische aanval en niet verrassend overlinks begonnen natuurlijk. Boudimir, naar zijn rechter. Boudimir, nu met links dan maar. Boudimir en Avila en vooral Simon Mignolet. Met een belangrijke redding. Die bal op het kader, Avila klein. Hier komt hij. Kort genomen, Mojica met wat ruimte. De trap en de goal voor Osasuna. Mooi gedaan van Mojica. Johan Mojica. Hoe is dit mogelijk? Dat die bal tussen al die benen verdwijnt. Na, wat was het? Een redelijk goede kans van Avila. Nu een veel minder goede kans en toch binnen. Mark de Grijze, je zegt het, door een bos van benen. En vaak steengoed. Net als deze Skovels. De Kuiper. Arm niet. Schieten, Maxime. Schieten. Ja, jongen. Oh, wat een trap. Wat een trap. Zo, jongen. Mark de Grijze. Ja, je zag het aankomen. En waarom niet? En je hoort hem niet. De mensen roepen. Oké, jongen. De voorzet van Peña. En wie? Boudimir. Ai. Boudimir 0-2. Zoals we hem kennen. Wat hij het beste kan. Ante Boudimir komt. Osasuna op een voor hen zeer deugdoende 0-2. In principe mag deze voorzet nooit kunnen binnengekopt worden, want de snelheid is er niet. Het is met zijn linker getrapt. Geen enkel van de twee centrale verdedigers maakt het Boudimir moeilijk. Die gekend is voor zijn kwaliteit, groot en een goede kopper. Hier komt de Kuiper. Is beter. De Kuiper. Ja, en daar is het doelpunt. En daar is de spits. Alsjeblieft, Igor Thiago. Met toch al zijn vierde voor club en een belangrijke, een zeer belangrijke. Ja, daarnet een slechte hoekschop en dit is, ja, beter kan niet. Eigenlijk is alle werk gedaan door de Kuiper, maar goed, hij staat er wel. En Jedica, een hele harde bal, ook Van Aken, kan die Skovolsen bereiken. Kroes, Mojica, en die gaat zich vastdraaien. Skovolsen met de kans en het trapt er binnen. Club Brugge gelijk, maar Club Brugge virtueel naar de koffersmiet. En Andreas Skovolsen, hij weer. Zo'n kans moet je niet geven aan Skovolsen. Nee. Goed werk hier van Vetlessen. Als er nog een fout. Nee, dit is zelfs omgekeerd. Nee, niks dan. Uithalen. Niks. En nu Club Brugge ook misschien. Thiago. Thiago trapt. Oh, tegen de paal. En dit was geen buitenspel. Garcia goed meegeven, maar in de hoek van een onwaarschijnlijk moeilijke hoek. Gewoon prachtig. Oh. En Moussa. Bye-bye, zegt hij. Bye-bye, de Noorse wervelwind. Kijk eens, Moussa dwars door het veld. Moussa, de zee gaat open. Moussa trapt. Oh. Hij kon nog verder. Hij kon nog doorgaan. Ja. Hij moest nog niet schieten. Maar goed, hij kwam al van heel ver. En hij gaat afluiten. Daar is het fluitsignaal. En daar is de groepsfase van de Conference League voor Club Brugge. En Mark de Grijze, dat is gewoon dik verdiend. Ja, absoluut. Maar ja, goed. Het stond op zich moment 0-2. En dan moet je toch nog wel wat karakter en mentaliteit tonen. En dat hebben ze gedaan. En dan ook nog knap werk met de doelpunten. Dus over de twee wedstrijden, wat mij betreft, verdiend. Ja. Maar tegen een uitgekookt Spaanse ploeg, en dat verdient applaus.